Je moet gangen, hij komt iets mee 2-0 verliest in HSV. En dan haast Arno zaterdag een goede wedstrijd. Hoe ga je dan deze wedstrijd in? Ja, maar de insteek om gewoon daarna komt hij zich goed uit te sluiten. En we hebben zijn Flevo Boys hebben gezien hoe we erin kennen in het voetbal. En nu pak je Excelsior weer op een mooie manier. Ja, dat had ik bij voetbal. Ja, dat is een heerlijke wedstrijd om naar te zien. Hoe wie dat in het veld? Ik denk dat wij heel goed begonnen. Ik denk dat ze wel een beetje verrast winnen, zeg maar, op de manier hoe wij speelden. En maar wat van spelers wij aantreden, zeg maar. De koers van nou het begin koers goed mijn voetbal en dan komt ze heel snel op voorsprong. Dan is het sowieso al heel makkelijke voetbal in zo'n wedstrijd. Ja, de kans dat ik me net vergis bij 2-0 het veld in. Gisteren, wat wie de opdracht? Kom op voor die trainer ook in, voor de volgende? Nou ja, ik ben sowieso een speler. Ik wil net het laatste net achteruit rennen. Dus ik wil vooruit voetballen en dat zit in mijn spel. Daar hebben we toen ik vol vergong met Jan. En dan komt ze maar in Jelle heen en dan heeft ze me één ding te doen. Dat is vol gas aan en dan moest misschien wel het skip strand. Ja, dus zij is daar een zaterdag in Friesland uit, Jerk, van het wie net mijn beste wedstrijd. Dat is dan goed wel lekker, leuk. Ja, klopt. En dat is, ik moet zeggen, dit jaar hier is, maar dat is mijn ups en downs. Ik ben dan heel erg wennen aan de manier van voetballen en aan mijn teamgenoten nog steeds. Want bepaalde dingen, hoe ik het wil en wat hun willen, ja, dat heeft tijd nodig. En ik denk dat het pas van het seizoen naar de voorbereiding een beetje optimaal is. Doe Marcus Joert een 100ste goal voor Harkemaster Boys. Doe in de eerste periode 4-0 en nu sinds die rondkomst bij 6. Zei dat hier iets? Ja, tuurlijk. Meesten die nooit een wedstrijd zullen, die zullen naar de statistieken. Meesten die geen verstand van voetbal hebben, die zullen naar statistieken. Dus ja, ik ben hartstikke wies mij en best wel trots op dat ik dat bij deze fantastische club presteerd heb.